girl. I'm a nice guy. Liquor in my cup, I gotta really toughen up. Yeah, nurse strap. Hey, wat mensen, welkom terug bij een nieuwe vlog. Vandaag is het verkennen van het hotel. We hebben deze morgen al een ontbijtje wist te eten, maar ik was nog iets te slaperig daarvoor. Daarna het ontbijt heb ik dan ook even geslapen. Mijn baby is heel de tijd wakker geweest, hè babe? Hi. En we zijn nu op verkenning, dus voor deze neem ik jullie mee. Zalig. Dan gaan we vanavond in de zwemmen. Ja, maar in namiddag, hè, dan is zo. Dus na tijd is zo activiteit radio noemt dat. En dat is zo gewoon aan het zwembad liggen. Want dan ga ik het water. Oh, sorry. No problem. Is yeah, we must. That's oh, one. Oh, sorry. Oh, thank you. You're welcome. Is it for sales or something? Maar het water ziet er wel goed uit. Zot, hè? En het zonnetje is ook zalig. Ik ga met zonder dat mijn ouders. Ja. Doe maar op je gemak, hè. Anders is het niet. Ik wacht hier aan de lift. Dus zoals ze ziet mensen, zijn we aan het wachten op madame voor haar zonnebril. En dan gaan wij op ons gemakje de verkenning doen. Ik ben, ja, het is echt wel zalig hier. Het is gewoon wennen. Het uurverschil is zo een beetje wennen. Daar heb ik nu een beetje lastig mee. Daarom dat ik ook een beetje slaap moet, zodat mijn lichaam weer wat kan wennen aan die tijdverschil. En dan voor de mensen die afvragen waar dat we zitten in een Toei Magic Hotel. In Boederoe. En het is gewoon zo zalig, lekker genieten. En voor ons is dat iets plezant dat we een keer iets, ja, hier ook iets kunnen leveren aan jullie van wat we kunnen doen. Dus we zijn nu ook aan het kijken van verkenning. Dus ik ben wel benieuwd wat we hier allemaal kunnen vinden. En het makkelijke ook aan als we iets willen doen. In het hotel. Ik ga jullie dat tonen. Hebben ze hier een app met Daily Board programma. Kijk, ze hebben hier een app waar we alles kunnen opzien qua eten, cocktails van de dag, reserve, pinboard. Dus nu is het nog wachten op mijn madame. Gaan we beneden checken of gaan we eerst naar iets gaan drinken in de Wonderbar? Ja, we gaan eerst iets gaan drinken. Eerst gaan we iets gaan drinken en dan gaan we verkennen. Van ten roven back van het slopen. Zeg ik even hoe je naar hier kijkt. Hi, hi hoi. Hi hoi. Ah, ik was verstaan. Hi hoi. Hi hoi. Het is niet lekker ingen, hè? Doei. 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 Kleine duif. Dat is wel Max. Kijk er eens. Kindergarten.
Dat lijkt zo zalig. Het is water aerobic of zoiets. Ja, 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 zo fit. Nee, naar beneden. Of dat kan dat naar boven was. Dat kan ook dat naar boven was. Ja, wij lopen weer. Wij lopen altijd weer langs de verkeerde kant, hè. Zie je? Hier is een wonderbar, dus hier kunnen we iets. Ja, we gaan eerst keer de receptie doen. Daar is receptie, gastenservice, een wonderbar, daar kunnen we iets drinken. Daar kunnen we dan iets kopen voor TT. Al ja, iets kopen. Daar is dingen van Toei. Voor de uitstappen. Dus zo ziet dat eruit. En nu gaan we naar het terrasje. Het uitzicht. Oh, mensen, mensen. Wel altijd uitkijken. En dat is de view, mensen. We carry on. En dat is de ras. Hallo mensen, welkom terug. Zoals je ziet, hebben we iets gedronken en zijn we ondertussen aan het strand geweest. Ze willen een keer kijken hoe dat is. Maar we zijn een keer op verkenning toe. Wat hè? Warm? Ik zit gewoon met je ja, ik ben wel een keer benieuwd. Hoe kijk een winkeltje? Ja, dat zijn zo van die gevaarlijke winkeltjes. Ja, dan moeten we een keer binnenkijken. Ja, 10 uur tot 12 uur, van 14 uur tot 17 uur, van 18 uur tot 20 uur. We kunnen altijd een keer kijken, hè. Het is nu nog dicht. Toch ga ik me toch nog eens weten, maar dan nog een beetje. Ja. Mijn kapper. Herfstijl. Turkish chef, hairwash, face wax. Wat is het? Je kunt hier herfstijltjes doen. Ja. En, ja, 30, 35 tot 55 euro. Wat? Voor je extensions. Nee, dat zijn eyelash extensions, hè. Ah, oké. Nee, voor haar extensions moet vragen. Ah. Maar het staat hier niet op voor baard en zo. Nee,
hoofdmassage, highlights, manicure, pedicure, peeling, haircut. Dat dat nog goed meevalt qua prijs. Ja, dus stel dat ik die dingen, stel je voor dat het goedkoop is voor extensions te doen. Ja, wel, stel je voor. Oh. Ja, zet me in de zomer al op mijn kop. Ik zie alles niet. Green curry. Maar beachbar. Je moet zeggen wat je wilt, maar er is geen bolkje aan de lucht te zien, hè? Nee, hè. Ik ga straks zo dat je de uitzicht filmen. Wacht, dat denk ik. Wat, hè? Ik ga het aan doen, maar dan al onder mijn bikini begonnen. Ja. Maar wat ik weet dat doe? Ik heb mijn bordeaux mee, ik heb mijn witte mee, ik heb mijn oranje mee. Ik zou het niet weten. Dan mag jij zelf kiezen, babe. Nee. Why not? Nee, daar weet je met. Adults only. You naughty boy. Het is not naughty. Huh? Wow. Ja. Dat kan veel zeggen. Hè. Kijk, die zijn aan het kajakken. Ja. Blijf wel prachtig, hè. Dat komt uit die beachbar. 16 plus. Ach jongens, dat is 16 moeder, niet ben. Nee, met 12 jaar moet ik dat doen. Oh. Zalig, hè? Ja, hè? Nee, nee, dat is wat die zee only. Ah, kijk. Die zwembad. Ja, ik weet het hier. We komen hier uit op. Tennisvelden. De tennisvelden. Oh, maar dat maakt niet uit, het is verkenning, hè? Dik feestje of wat? Hier is het maar raar, kijk ik aan het filmen ben. Ja, je pest dus nee van. What are you doing? Dan maak je YouTube vlogjes. Fitness. Yes. Ja, pas. Only. Ja. Yeah. En die heeft er omhoog gelopen. Daar zie je die amfitheater. Ja. Wil je dit zien? Nee. Ah, een beachvolley. Oh, spijtig, ik wou dat niet meedoen. En die hitte naar boven is toch niet te zien? Maar zo warm is dat niet? Ik heb het warm. Ik niet. Ah, dat weet ik niet toch al dat ik mijn antwoorden klaarstaan heb. Ja, ja. En daar kun je tennissen. Nou, dat is al een workout op zich. Daar zijn de tennisvelden. Nou, weer naar beneden. Is makkelijker. Maak mijn rolbollen naar beneden? Nee. Dan moet je bij die EHBO gaan afzetten. Echt? Dat is een keer zonde, hè. Ja, sorry. Zo, dat ik wil mijn kleine voeten steugen. Wil jij bij de beach house iets aan drinken? Ja. Ik hoor al denken. En Bip. Oh, kon ik ook maar mee doen. Mijn pols slaat het niet. Anders vlieg ik zo op naar beneden. Ja, ik weet. Ik hoop dat ik geen acteurclaim krijg met de muziek. Dat begon. Ja,
Dijken. Dijken? Ja. Ja, ja. Blijft hier ook wel zalig. Ja. Goeie keuze qua hotel? Ja. Als we dan boven komen, komen we naar dit. Ja. Ook al zijn er een uur onderweg van het vliegveld naar hier. Maar dat boeit mij nu niet hoor. Wat krijg je ervoor terug? Luxe. Maar die Diamond Hotel zag er ook nog goed uit. Dat is de hotel van daarnaast, hè? Ja. Heb ik? Ja. Die Diamond Hotel. Ja. Die hebben we gezien. En de Beach Club. Iets drinken. Want gaat u wel die biersmaak uit de muilen? Ja, het zwijgt van die. Oké, we houden dat daar. Zeg van in een bier. Dus mensen, ja, tijd voor weer iets te drinken. Later. Hey, wel mensen, welkom terug. Zoals je ziet, leeg waar het strand is. Ik ga jullie willen hier waar het strand lekker te genieten. Check onze uitzicht, mensen. Check dat. Samen, baby. Hi. En we zijn gewoon lekker aan het genieten. En ja, ik ga straks aan de beachbar dingen bestellen, iets te drinken. Dus, eens iets zitten. Ja, ik weet niet of je dat hier kunt krijgen. Ik denk dat dat bar voor bar is. Maar we zullen een keer, ik zal eens een keer gaan kijken, weet je? Ja. Dus, daar is ons video. Ik ga dus reeds van aan het genieten, hè? Hij is weer rechtstoken. Ja, heb je hier zelf kunnen rijden? Niet weg, wat? Ja, niet, maar omdat we als gevlogd dat we zo moeten doen. Dus. Ja. Dus mensen, we zien elkaar later als we terug zijn in onze kamer. En wat zeggen we dan, Beb? Hallo mensen, welkom terug. Zoals je ziet zijn we op het even een pauze genomen. We hebben daar straks een zwembad gedaan. We hebben in de zee gezeten. Maar we zijn nu onderweg naar het restaurant op ons gemakje. En ja, we hebben honger. En het is echt relaxed. En ik ben je benieuwd wat er te doen is vanavond. Dus ik ga dat je vragen. En dat blijft ook zo zalig om te doen, hè, mensen. Kijk, hè. En babe, dat blijft ook zalig om te doen, hè. Ja. We moeten... Ik ging ja, we moeten naar twee en dan naar beneden. Zo chill. Wat zijn zaken? En nee, nee. Ik had het heel lang gegeven. Ik ga eens een keer rondleiding geven. Is het wel goed? Wat ligt er niet tegen? Ja, zotte. Kun je genoeg zien, mensen? Ik heb geen natuur tegen, hè? Nee.
Hey hallo mensen, welkom terug. Zoals je ziet is het nu al laat op de avond. We zijn dood op. Morgen staat er leuke dingen op de planning. We gaan ook morgen gaan we naar het centrum van Boederum. En we zijn ook weg naar de kamer. Ja, maar we zijn op weg naar de kamer. En we gaan voor vandaag de vlog afsluiten. Vergeet sowieso niet te abonneren en te liken op deze video. Geniet van de vakantievlogjes. En wat zeg ik altijd, Wim? Later. Later.